Goedenavond allemaal, ben ik voor iedereen goed te verstaan? Mocht dit het geval zijn, zou jullie dan misschien twee plusjes of een ja in de chat willen typen? Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulf Kerrits. Vanavond ga ik deze webinar voor jullie geven. Mijn collega Nettie Sommers doet het, we doen het eigenlijk om en om. Maar vandaag mag ik jullie van wat nieuwe updates en basisinformatie gaan voorzien. Mijn naam is Ulf Kerrits. Ik ben officiële spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Daarnaast ben ik ook lid van het communicatieteam en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de communicatie van SkyWorld Community in Nederland. Ik ben ook een gebruiker van de applicatie Adva Hunter en dat is een applicatie waarbij je Unitsky String Technologies middels de augmented reality techniek kunt laten zien. Ik kom hier later over terug in mijn presentatie. Het milieu is op dit moment een hot item. Er moet veel veranderd worden om ons klimaat een beetje leefbaar te houden. En daarop zijn al heel veel uitvindingen gedaan en sommige zijn gelukt en sommige zijn wat minder gelukt. Maar het klimaat is eigenlijk een probleem dat niet van vandaag de dag is, maar dat eigenlijk al een x aantal jaren speelt. Alleen op dit moment maakt de opwarming van onze aarde een opwaartse beweging en dat is eigenlijk alles behalve positief. De wereld is, wat ik net al aangaf, de wereld is zich aan het opwarmen op een razendsnel tempo. En er zijn al verschillende ideeën uitgevonden om de opwarming van de aarde enigszins tegen te gaan. Alleen geen enkel idee kan op dit moment voldoen aan de vraag die onze aarde heeft. En dat is eigenlijk een klein stukje verkoeling terugbrengen en een stukje meer groen en natuur terug te krijgen. Ik mis een pagina, ik moet even terug, excuus. Nee, is dat goed. Dit is Anatoly Yunitsky. Ze is op dit moment een beetje van de hak op de tak, sorry, excuus. Ik mis een pagina, zie ik. Dit is Anatoly Yunitsky. Hij is uitvinder en bedenker van Yunitsky String Technologies. En voorheen werd dat Skyway genoemd. Maar vanaf heden noemen wij het Yunitsky String Technologies. En Skyway is een productnaam. En valt dus binnen de groep van Yunitsky String Technologies. Dit is Anatoly Yunitsky in zijn jongere jaren. Hij is vanaf 1978 begonnen om zijn idee vorm te geven. En dat is eigenlijk transport op het tweede niveau. Wat het inhoudt gaan jullie zo meteen op de volgende slide zien. Maar hier op een aantal foto's zien jullie eigenlijk al hoe dat eruit zou kunnen zien. En dit is in de vorm van een letterlijke truck die over een rail rijdt. Wie is Anatoly Yunitsky? Anatoly Yunitsky is een Russische uitvinder. Heeft meer dan 200 uitvindingen gedaan. Een x-aantal patenten op zijn naam. Is lid van een aantal federaties. Heeft onder andere samenwerking ook met de United Nations of Verenigde Naties. En heeft voor zijn werk ook een aantal awards gekregen. Hier op de foto rechts van de scherm zien jullie eigenlijk al het idee van Anatoly Yunitsky. En dat is transport op het tweede niveau door middel van palen die in de grond staan. Dit zijn een aantal foto's van Yunitsky String Technologies en sommige foto's zijn origineel. En een aantal foto's zijn nog computeranimatie. Maar dit geeft eigenlijk al aan waar Yunitsky String Technologies naartoe wil en hoe hij, of hoe Anatoly Yunitsky destijds en op dit moment nog steeds het transport dat hij heeft bedacht voor zich ziet. Wat zou Yunitsky String Technologies kunnen betekenen? Ik denk dat, persoonlijk ben ik van mening dat Yunitsky String Technologies de oplossing is op dit moment voor ons huidige klimaatprobleem. En ook de beste oplossing is om
natuur terug te winnen dan wel natuur terug te geven aan de natuur zelf. Zodat de flora en fauna tot bloei kan komen en niet meer wordt gehinderd door verschillende problemen waardoor de natuur toch tik na tik krijgt en op die manier niet tot zijn rust kan komen. In het verleden zijn er ook al verschillende pogingen getracht om transport op het tweede niveau te kunnen laten rijden. En op de foto rechtsonder zie je op dit moment hoe het op sommige plekken in de wereld is. De wegen zijn overvol, er is geen plek meer voor de natuur. In dit geval als voorbeeld, er is geen plek meer voor de beestjes die hun leefomgeving eigenlijk door de bouwdrang van de mens keer op keer kwijtraken. Ze worden teruggedrongen, ingedampt en uiteindelijk raken ze hun leefomgeving kwijt. De mens is natuurlijk verhardend. Elke natuurramp die er plaatsvindt op de aarde heeft impact op de natuur zelf. Neem een voorbeeld als een olietanker breekt of kapseist en er vloeit ruwe olie de zee in. Dan hebben de dieren die in dat gedeelte van de zee leven daar een gigantisch probleem en raken veelal besmeurd met olie. En dat heeft ook weer alle gevolgen van dien. Als de redding niet op tijd is, dan overlijden deze dieren. En ja, dat is natuurlijk voor de dieren zeer spijtig, maar het geeft ook aan hoe roekeloos sommige situaties zijn en hoe fragiel eigenlijk de mens en natuur zijn. Zoals ik net al aangaf, zijn er al verschillende pogingen getracht om transport op het tweede niveau te kunnen laten rijden. Op de foto linksonder zien jullie een bestaand traject. Ik geloof dat het in Duitsland heeft een aantal van dit soort trajecten. Dat is eigenlijk een omgekeerde tram. Ook geen monorail, maar een omgekeerde tram. Die middels een bouwconstructie op het tweede niveau van A naar B kan rijden. Dan zien jullie een foto rechtsboven. Daar zien jullie een weg en daar loopt zand overheen. Op het moment dat er een weg niet meer wordt gebruikt, dan pakt de natuur dat heel geleidelijk en systematisch terug. En dat geeft eigenlijk geeft deze foto goed weer, omdat je eigenlijk een golvende beweging ziet van het zand wat langzamerhand de weg terug inneemt. De foto linksonder is een foto ook met hetzelfde systeem als de foto van rechtsonder. Zowel in Duitsland als in China zijn er trajecten en testen gaande om dit soort transporttechnologieën ook te kunnen laten rijden. Zij zien ook, degene die dit transport heeft bedacht, zien ook het probleem. Alleen dit transport is niet zoals Unitsky String Technologies, energiezuinig, ecologisch verantwoord. En nog een aantal meer van positieve pluspunten. Het grote verschil tussen Unitsky String Technologies en de huidige kabelbaan, of een monorail, is dat bijvoorbeeld een kabelbaan wordt getrokken. Er is onlangs een ski-ongeluk heeft zich voorgedaan in Italië. Dat heeft een hele hoop levens gekost. Dat is niet te vergelijken met Unitsky String Technologies. Kabelbaan zoals we die kennen in Italië of van andere skipistes hebben vaak twee motoren, één beneden, één boven. En beide motoren zorgen ervoor dat de kabel of naar beneden of naar boven kan worden getrokken. Op het moment dat zo'n kabel losschiet of er gebeurt een ongeluk, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Dit is een foto van Unitsky String Technologies. Deze is genomen op het ecopark in Marina Gorka, Wit-Rusland. Gorka, excuus voor de articulatie. En daaronder zien jullie de Unicar U4 430 T3. Dat is een drie-sectie. Er zijn verschillende varianten van dit model. De Unicar U4 430 T3 is een zeldzaam model. Hij is er wel. Hij is getest, wordt getest, maar komt niet heel vaak in het nieuws. Dan is er ook nog een foto van in computeranimatie en die geeft aan dat er ook bulktransport mogelijk is met Unitsky String Technologies. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak en wat ik net aangaf, wij mensen hebben eigenlijk systematisch steeds meer ruimte nodig. Landen raken overbevolkt,
Er moeten huizen gebouwd worden, er moeten kantoren gebouwd worden, et cetera, et cetera. En deze doorsneden geven eigenlijk heel goed weer wat er gebeurt. Op de eerste doorsnede zien jullie heuvellandschap met wat water en bergen dalen. Op het tweede plaatje zien jullie eigenlijk dat de boel geëgaliseerd is, want dat is nodig voor ons om huizen en dergelijke op te bouwen. Wat daarmee ook gebeurt is dat de dieren die op dat moment in zo'n gebied leven, letterlijk onder het zand komen te zitten en dan ook wel verstikken als ze niet op tijd weg kunnen vluchten. Vervolgens moet er een fundering worden gelegd. Dus eigenlijk, een fundering is eigenlijk veelal groter dan dat je werkelijk in de gaten hebt. Want op de foto daaronder zien jullie dat er een laagje op ligt. In dit geval is dat een doorsnede van een rails. Als ik als voorbeeld neem de treinen van de NS of ProRail. De fundering onder de huidige railsstructuren is vele malen breder dan de rail zelf. En dat heeft alles te maken dat de grond zo stabiel mogelijk moet zijn, zodat de treinen daar zonder problemen op kunnen rijden. Het transport van Unitsky String Technologies bevindt zich op het tweede niveau, wat ik al eerder aangaf, en wordt aan elkaar verbonden middels een paalconstructie, intermediate supports. Dus de palen noem ik intermediate supports. En de opstapstations, even voor het gemak, dat zijn anchor supports. Maar je ziet eigenlijk dat door het gebruik van de intermediate supports de aarde niet compleet geëgaliseerd hoeft te worden en dat de ruimte die Unitsky String Technologies in beslag neemt vele malen minder is dan de huidige spoorconstructie die wij nu kennen. Dit zijn nog een aantal doorsneden van Unitsky String Technologies. Wat zij doen is eerst plaatst zij een aantal intermediate supports. En als voorbeeld kan ik op dit moment de 2,5 kilometer lijn van Sharjah gebruiken, waar straks de Unicont op wordt getest. De intermediate supports tussen elkaar en van de anchor support bedragen ongeveer 288 meter. Dat is vele malen minder wat ze aan ruimte nodig hebben en vele malen effectiever. Wat zij doen is eerst plaatsen zij de intermediate supports op de gewenste afstand. Vervolgens spannen zij een kabel. Dat kun je ook op de plaatjes zien. Op het moment dat de kabel volledig is gespannen, bevestigen zij de kabel aan het anchor support, zodat de kabel op spanning blijft en of de containers die vervoerd moeten worden of het passagiersvervoer daar ook met gemak overheen kan of aangehangen kan worden. Dit is een afbeelding waarbij je ook de doorsneden ziet van één type stringrail. Er zijn verschillende typen stringrails, maar eigenlijk hebben alle typen stringrail één ding met elkaar gemeen. Het is eigenlijk gemaakt van getwiste draden, een soort snaarconstructie. En daarin lopen ook nog datakabels, informatiekabels, stroomafgeleiders, eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat de energie die ontstaat ook zo goed mogelijk wordt opgevangen en wordt weggeleid. Dan is er ook nog een doorsnede van hoe dat er van binnen uitziet qua ophanging. En je ziet eigenlijk dat de ophanging van Unitsky String Technologies zo veilig is dat hij ook niet kan ontsporen. Daar wordt op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland ook veelvuldig op getest. Unitsky String Technologies kan ook de modules sneller achter elkaar laten rijden dan een huidige NS-trein. Die kunnen achter elkaar rijden op een interval van 2 seconden. En daarin zijn ze ook nog in staat om met elkaar te communiceren. Daarbij kunnen de modules ook aan elkaar gekoppeld worden, waardoor er dus eigenlijk meer capaciteit ontstaat om mensen van A naar B te transporteren of te vervoeren. Dit is een doorsnede van een gebouw. Unitsky String Technologies heeft ook een stukje lineaire cities. Daar gaan we binnenkort ook veel meer over te horen en te lezen en te zien krijgen. Maar dit is een doorsnede hoe dat eruit zou kunnen zien. Wat je ziet is dat op dit moment is dat de module aankomt rijden. Je ziet een intermediate support. Vervolgens zie je dat die dwars door het gebouw heen gaat. Dat is de anchor support. En dan zie je aan de rechterkant van het gebouw de volgende intermediate support. Deze kunnen, wat ik net al aangaf, op desgewenste afstand ook van elkaar worden geplaatst. Rechtsonder zien jullie een foto van een drone.
Dat is de combo. Ook deze wordt op dit moment daadwerkelijk getest. En de laatste testen die ik heb gezien, is de combo in staat om een capaciteit van ongeveer 700 kilo al te kunnen tillen. De bedoeling is dat hij naar 1000 à 1500 kilo gaat. Maar op dit moment zit hij, nadert hij de helft. En ik denk dat dat hartstikke goed is. Omdat de combo straks ook wordt ingezet om moeilijk begaanbare gebieden goed te kunnen bedienen. Zodat er gewoon goed gebouwd kan worden. En dat er minder vrachtwagenpasseringen nodig zijn in lastige bergwegen. Dit is een brug. En in vergelijking met Unitsky String Technologies. Dit is een foto. Dit is een foto die gefotoshopt is, om even simpel te houden. Dus het is geen, de brug is bestaand. Unitsky String Technologies, wat jullie er langs zien, niet. Maar het geeft eigenlijk wel aan hoe de constructie van Unitsky String Technologies eruit ziet. In vergelijking met de brug. En dat hij eigenlijk minder ruimte in beslag neemt dan de brug zelf, waardoor bijvoorbeeld schepen met lage of hoge diepgang er zonder problemen doorheen kunnen varen of onderdoor kunnen varen. Doorheen is niet handig, dus excuse. Dit zijn nog een aantal typen van de stringrail, wat ik net al aangaf. Er zijn verschillende typen stringrail. De bovenste is een stugge stringrail. Daar zal bijvoorbeeld straks in de Emiraten ook de Unicont aan worden getest en worden gehangen. In Wit-Rusland maakt de Unibus U4210 gebruik van zo'n type rail. En dan hebben we de middelste rail. Dat is een rail die zowel boven als onderlangs gebruikt kan worden. En op dit moment in Wit-Rusland maakt daar de Highspeed, of ik moet eigenlijk Uniflash zeggen, Highspeed Unibus heeft een nieuwe naam gekregen. De Uniflash U4362 die maakt daar gebruik van. Aan de bovenkant en aan de onderkant hangt in Wit-Rusland aan de baan de Unibus U4220T2. Dan is er ook nog een flexibel stringrail en daar maken op dit moment in Wit-Rusland op het Ecotechnopark in Marina Gorka twee Unicars U4430T1 gebruik van. Dan is er nog een foto met een doorsnede van de flexibel stringrail, hoe dat er enigszins uitziet. Dit is een foto van het wiel van de Highspeed Unibus. Dit wiel is normaal gesproken niet zichtbaar, maar de energie die vrijkomt met de Highspeed Unibus, die opwekt tijdens het rijden, remmen, et cetera, die wordt opgeslagen in de Unibus, die wordt en ook weer afgeleid door middel van de stringrail. Dit is wat informatie over de aerodynamica van de Uniflash en in vergelijking met een auto. Wat jullie op de foto zien is dat de wind voor de auto geleidelijk van laag naar hoog gaat. En dat op het moment dat de auto voorbij is, dat er een soort windcirculatie ontstaat. Die voor een volgende auto die achter de andere auto rijdt niet altijd even handig is. Soms is dat tijdbesparend als je achter een vrachtwagen rijdt, maar het geeft eigenlijk vaak meer storing in de lucht. Dat kun je jezelf ook ongetwijfeld herkennen. Op het moment dat een vrachtwagen hier nadert of voorbij raast in tegengestelde richting, dan heb je altijd een soort van windvlaag die nakomt. De Uniflash heeft dat niet. De wind is zowel voor als achter zo ontworpen dat het geleidelijk aan weer terugkomt. En er geen dermate heftige luchtcirculaties ontstaan. Zodat een volgende Uniflash die eventueel achteraan zou kunnen rijden, geen hinder ondervindt van zijn voorganger. Dit is nog wat meer informatie over de Uniflash. Op dit moment zijn er plannen om een traject te bouwen in of de Emiraten of in Wit-Rusland om de Uniflash te testen. De Uniflash heeft een traject van 25 kilometer nodig en 10 kilometer daarvan is nodig voor de acceleratie tot 500 kilometer. De andere 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om weer tot een veilige, volledige stilstand te komen. De Uniflash U4362 in deze configuratie kan 6 personen per keer vervoeren. Daarnaast zien jullie ook nog wat informatie van de Unibus U4210 en die kan iets meer personen vervoeren en dat is meer voor stedelijk gebruik. En die
topsnelheid zit op 150 km per uur. Dit is Anatoly Yunitskiy met een belangrijk papier wat ik net al aangaf. Hij heeft in zijn carrière behoorlijk wat papieren kunnen ontvangen, mogen ontvangen voor zijn harde werk. En iedere uitvinding die hij doet, moet direct worden gepatenteerd. Op het moment dat dat niet gebeurt, zouden bijvoorbeeld mensen in China kunnen zeggen, nou, let's give it a try. We gaan kijken of we zijn idee kunnen klonen, dan wel na kunnen maken, zodat wij zelf deze uitvinding kunnen gebruiken. Dit is de monografie van Anatoly Yunitskiy. Hij heeft er meerdere geschreven. Dit is de Russische versie. Dit is een van zijn eerste boeken. Er zijn Engelse versies beschikbaar. Maar dat is even goed zoeken. De Russische versies, die zie ik vrij vaak voorbij komen. Ik heb die persoonlijk zelf ook. Maar daarin geeft hij eigenlijk al aan hoe hij de wereld ziet. Het is een stukje Skyway, het is een stukje Spaceway. Wat op dit moment niet van toepassing is in deze webinar. En het zijn een stukje lineaire cities. En dit boek geeft gewoon feilloos weer hoe het ook anders zou kunnen. Dit zijn een aantal patenten. Iedere uitvinding die wordt gedaan door Yunitskiy String Technologies, dan bij Anatoly Yunitskiy zelf, moet direct worden gepatenteerd. En ook worden getest. Dit proces is een vrij lang proces en dit is ook een tijdrovend proces. En hierdoor, ja, voor ons leken is het vaak niet te bevatten. Maar voor techneuten onder ons, die zullen dit kunnen beamen, dat het een tijdrovend, langdurig, soms langdradig proces is. Wat ja, helaas maar waar soms iets te veel tijd in beslag neemt. En dat heeft niet zozeer met Yunitskiy zelf te maken, maar in elk land heerst er een soort mate van bureaucratie. En het moet eigenlijk ja, langs al die bureaus om tot een bepaald punt te komen, waardoor het ook daadwerkelijk beschermd is. Dit zijn een aantal certificaten. Rechtsonder is een iets groter certificaat. Daar zien jullie een ja-vinkje in. En dat is een certificaat. Het is afgegeven door de Europese Unie. Dus de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. Dit is nog een keer wat informatie over Anatoly Yunitskiy, wat ik net al aangaf. Hier zien jullie eigenlijk kort uitgelijnd de ideeën die hij heeft. Zijn merknaam Skyway of Yunitskiy String Technologies, daar is hij op dit moment daadwerkelijk mee bezig. Dan is er een stukje Spaceway, daar is hij ook al mee bezig. Maar dat ja, vergt toch iets meer tijd. Daar gaan we het ook nu niet hebben, gaan we het ook nu niet over hebben in deze webinar. Dan heeft hij nog een paar andere dingen, maar eigenlijk hetgeen wat hij ontwerpt, dus een kleine greep, want wat er ook nog bij zou moeten is zijn grondverbeteraar die hij inmiddels heeft ontwikkeld en die ook daadwerkelijk wordt getest op het Ecotechnopark in Marina Gorka. Mocht je meer informatie willen, dan kun je naar zijn persoonlijke site gaan en daar kun je eigenlijk alles vinden wat hij tot nu toe heeft gedaan en doet. Dit is de rolling stock van Skyway. De letterlijke vertaling van rolling stock is rollende voorraad, dus ik hou het bij het Engels, rolling stock. Ik ga het lijstje met jullie af en we beginnen boven links in de hoek. Dat is de Uniwind en dat is een lightweight model voor twee personen. Maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibike. Dit is het eerst geteste model in Marina Gorka eind 2016. En dit is een tweezitter, zelfs voor drie personen. Kan zowel automatisch als manual worden bediend. Dan mogen mensen daadwerkelijk trappen. Maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unicar. Eén sectie. Ook deze wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. De tropische versie wordt ook getest. Dat is daadwerkelijk de Tropical Version T. Daar kom ik later op terug. Ook dient topsnelheid is 150 km per uur. Dan krijgen we de Unicar met drie gedeeltes. Eveneens ook 150 km per uur. Wordt ook getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dan krijgen we de Unibus U4210. Ook 150 km per uur. En wordt ook getest in Wit-Rusland. Dan krijgen we de Biril Unibus of de dubbele Unibus U4220T2. Ook deze wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En heeft een topsnelheid van 150 km per uur. Dan krijgen we hier Uniflash. Er staat nog High Speed Unibus, maar dit is de Uniflash U4.
362, topsnelheid 500 km per uur. Dat kan hij op dit moment in Wit-Rusland niet halen, omdat daar de baan te kort is. De baan in Wit-Rusland is maar 900 meter. Dan krijgen we de Unicont. Deze is op dit moment in ontwikkeling. De verwachting is dat die binnen niet al te lange tijd daadwerkelijk in Sharjah en in Wit-Rusland op het Ecotechnopark zijn eerste testmeters gaat maken. Dan krijgen we de dubbele of de B-rail Unitruck. Deze is nog niet getest. De enkele versie, de Unitruck U4-131, die wordt op dit moment getest in Wit-Rusland. Maakt gebruik van dezelfde baan als op de onderste plaatje zichtbaar de Unitrans. De Unitrans wordt straks ingezet voor bijvoorbeeld het verplaatsen op een efficiënte manier van steenkool, ijzererts. Alle ruwe aardmaterialen kunnen daar mee vervoerd worden. Eventueel ook zout, zand. Je kunt zo gek niet bedenken. Dan zijn er nog twee andere modellen. Eén ander model staat hier op de foto. Daar is heel weinig over bekend. Dat is eigenlijk een soort Unilight met een zak eronder en maakt gebruik van dezelfde baan als de Uniwind. Maakt gebruik als dezelfde Uniwind op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En degene die hier niet op de foto staat, dat is de Unilight. De Unilight wordt ingezet voor het eerste commerciële traject in Wit-Rusland naast het Ecotechnopark. Naast het Ecotechnopark, daar heb ik op dit moment geen foto's van, maar dat is misschien wel leuk voor de volgende webinars die ik ga geven, is er een groot vakantiepark gerealiseerd wat deel uitmaakt van het daadwerkelijke park, of Ecotechnopark. Mensen kunnen daar ecologisch vissen, ecologisch een weekendje weg, een weekje weg zijn. Het is onderdeel van Unitsky Corporation. Maar dat wordt straks met de hoofdweg verbonden door middel van een commercieel traject van 1125 meter. En de Unilight zal daar mensen in gaan transporteren van A naar B. Dus toeristen die willen vissen kunnen daar met hun vishengels op een gemakkelijke manier in. Het is een vrij langwerpig model, waardoor dus mensen hun hengels niet hoeven in te klappen. Dit is een vergelijking tussen Unitsky String Technologies en het huidige systeem dat wij kennen. En wat opvalt is eigenlijk dat Unitsky String Technologies keer op keer de meest efficiënte en de meest zuinige is. Langzamerhand komen er ook testen die daadwerkelijk bevestigen dat Unitsky String Technologies het meest ecologisch vriendelijke systeem is wat we op dit moment gaan krijgen. Dit is nog een foto van het Ecotechnopark in Wit-Rusland met een stukje tekst. Maar je ziet eigenlijk hoe weinig ruimte zo'n stringrail in beslag neemt en hoe aerodynamisch in dit geval de Unicar is ontwikkeld. Mensen vragen ook vaak aan mij van: goh, wat gebeurt er nu als een probleem of als een module van Unitsky String Technologies pech onderweg krijgt? Nou, dat is heel simpel. Er zijn legio mogelijkheden die eigenlijk ieder probleem dat er zou kunnen ontstaan op voorhand kan worden getackled. Dit is een foto die is genomen op het Ecofest 2019. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben eerst eerste Unicar naar boven gestuurd. Die is in het midden van de baan tot stilstand gebracht. En vervolgens is er een andere Unicar naar boven gereden en heeft zich aan de andere Unicar gekoppeld en heeft hem op die manier teruggebracht naar het eerste opstapstation. De Unicar is zo ontwikkeld dat er een aantal hulpmotoren altijd aanwezig zijn. Mocht de eerste hulpmotor niet kunnen werken, kan er altijd worden overgeschakeld automatisch op het tweede ondersteuning of hulpmotor, waardoor die toch nog zijn eindstation zou kunnen bereiken. Mocht de brand uitbreken, dan wel welke ram zich ook zou kunnen voldoen, dan zijn er altijd legio oplossingen die op dat moment ingezet kunnen worden. Daar zijn video's van beschikbaar waarin jullie Anatoly Unitsky daadwerkelijk voor een module zien uitrennen en verstoppen achter pilaren. En je ziet eigenlijk dat de module zo is ingesteld dat hij reageert op situaties die zich niet mogen voordoen voor de Unibus of Unicar. Dus eigenlijk geeft dat goed aan hoe ver ze denken om dit zo veilig mogelijk in de markt te kunnen brengen of op de markt te kunnen brengen.
Dit is ook een foto die is genomen op de Ecofest 2019. En hier zien jullie de Highspeed of de Uniflash boven op de stringrail. En de B-rail in die bus onderaan de stringrail, wat ik net eerder aangaf. Ze maken gebruik van dezelfde rail. Er zijn twee prioriteiten. Het eerste is passagiersvervoer en het tweede is het vrachtvervoer. Toen Unisci String Technologies medio 2014 daadwerkelijk begon met het ontwerpen en certificeren en testen van haar modellen, lag de vraag iets anders. Op dit moment ligt de vraag meer naar het cargo gedeelte. En dat wil niet zeggen dat het passagiersgedeelte op een laag vuurtje is komen te staan. Nee, wat ze hebben gedaan is eigenlijk het cargo en het passagiersgedeelte gelijk laten oplopen. Maar omdat het passagiersgedeelte al een heel stuk verder is ontwikkeld, wordt op dit moment de prioriteit gelegd op het cargo gedeelte. Omdat daar simpelweg gezegd de vraag vele malen groter voor is. En omdat Unisci String Technologies daar een gigantisch positieve slag zou kunnen slaan. Verder zien jullie nog een aantal foto's van hoe dat eruit zou kunnen zien. De middelste foto onder, daar zien jullie een Unicont die hangt aan de stringrail. Dat zal straks ook in Sharjah in de Emiraten zo worden getest. Vervolgens zien jullie rechtsonder iemand voor beeldschermen. Alle modules die op dit moment rijden, worden gemonitord door mensen. Om alle in de gaten te houden, zodat er geen fouten of kinderziektes kunnen ontstaan. En omdat die er op tijd uitgehaald kunnen worden. Daarnaast zullen ze ook natuurlijk in de toekomst door mensen worden gemonitord. Omdat het systeem dermate al slim genoeg is. Maar je kunt het systeem in sommige situaties ook altijd net iets slimmer maken. Waardoor je de fouten ten positieve kunt gebruiken ter verbetering van het product. Het geluid. Het geluid is heel lastig uit te leggen, maar in feite als je onder een trek zou gaan staan, dan zul je eigenlijk haast geen last hebben van een module als die boven je hoofd van A naar B reist. Dat gaat zo snel dat het geluid dat ontstaat, dat je het eigenlijk niet opvalt. Ook in het begin, als die module op snelheid moet komen, zul je in het begin zeker de eerste paar meters, als die station uit is, niet horen dat hij rijdt. Dat gaat eigenlijk geruisloos. Dit is een foto van het Anker Support in Wit-Rusland. Onlangs hebben ze eigenlijk alle banen geüpgrade, gemoderniseerd, als ik het goed uitspreek. En eigenlijk alle oneffenheden eruit gehaald en ook ervoor gezorgd dat de energie nog beter kan worden opgevangen, zodat er minder energie verloren gaat. Dit zijn een aantal foto's van hoe het eruit zou kunnen zien. Dit zijn geen originele foto's, dit zijn animatiefoto's. Je ziet hier de Unicont over land, dan de Unitruck over water en passagiersvervoer ook over land. Unisci String Technologies heeft ook op de InnoTrans in Berlijn gestaan. Daar hebben zij de Uniflash, destijds High Speed Unibus, aan het publiek gepresenteerd. En dit was zo'n revolutionair nieuw model dat de meeste mensen niet wisten wat ze zagen. De InnoTrans is een grote transportbeurs waarop fabrikanten hun nieuwste innovatieve ontwikkelingen tentoon kunnen stellen aan het publiek. Maar bijvoorbeeld, als je als voorbeeld een trein neemt. Een trein blijft een trein. De basis is al een wagon en een x-aantal wielen daaronder. Het enige wat wordt doorontwikkeld is de cabine en hoe dat er eventueel uitziet en een stukje techniek erin. Dan is er nog altijd een machinist nodig om de trein te besturen. Ook al willen ze straks gaan testen met zelfrijdende treinen, dan nog moet dat gemonitord worden. Unisci String Technologies heeft een module tentoongesteld die zo revolutionair was, dat de concurrentie eigenlijk met positieve verbazing heeft staan kijken, omdat alles wat ze hebben gezien was nieuw voor ze. Dus dat is eigenlijk een behoorlijke positieve opsteker. Dit is het motorwiel van de buitenkant. De daadwerkelijke techniek is ook voor ons een groot geheim, maar dat moet gewoon het best bewaarde geheim blijven, want dat is eigenlijk waar het om draait. Dit is het hoofdkantoor van Unisci String Technologies. Onlangs hebben zij een nieuw pand betreden, omdat het bedrijf zo
snel aan het groeien is, zijn ze constant bezig om nieuwe mensen aan te trekken en op te leiden. Dit is de fabriek van Unitsky String Technologies. Er mist één gedeelte, er is onlangs ook een nieuwe fabriekshal bijgebouwd aan de achterkant. Ik moet nog steeds kijken of ik een goed plaatje heb waarop ik dat aan jullie kan laten zien. Maar hier worden eigenlijk alle modules op dit moment ontworpen, in elkaar gezet en ook getest in de eerste testfases. Dit is het Ecotechnopark, zoals het erbij lag in het begin, en een foto van 2019. Er gaan nog een aantal banen bijkomen. Dus deze foto is op dit moment niet meer accuraat. Maar dit is eigenlijk een voormalig oefenterrein geweest van de Wit-Russische Defensie. En er was werkelijk geen leven toen Unitsky String Technologies met dit terrein begon. Dit zijn nog wat foto's van het Ecofest. Eén keer per jaar wordt er een Ecofest georganiseerd waarbij iedere investeerder of iedere persoon die interesse heeft in Unitsky String Technologies de mogelijkheid heeft om daadwerkelijk met een module te rijden, de modules daadwerkelijk met eigen ogen te zien. Helaas door de pandemie heeft vorig jaar geen fysiek Ecofest plaatsgevonden, maar een online Ecofest. En is er op dit moment wel de planning om te kijken of het mogelijk is om een soort of iets van een Ecofest te organiseren later dit jaar. Of dat in Wit-Rusland of de Emiraten zal zijn, dat weten we nog niet. Daar is een enquête voor uitgegaan. Ik zal de enquête straks ook delen. Straks of morgen delen in de Skype-groep, zowel als de Facebook-groep. En dan kunnen wij die allemaal invullen. En aan de hand van de uitkomsten van die enquête zal het bedrijf Unitsky String Technologies een beslissing nemen. Dit zijn alle modules nog van Unitsky String Technologies. Of ja, bijna alle modules. Dan de Emiraten. Daar ligt eigenlijk nu de focus op. Dat wil niet zeggen dat het in Wit-Rusland stil ligt. In Wit-Rusland wordt er gigantisch hard gewerkt aan de modellen om ze in elkaar te zetten. Want dat gebeurt nog niet in de Emiraten. En dan worden ze naar de Emiraten verscheept. Dit zijn een aantal 3D-foto's. Of die 3D-tekeningen van de Emiraten, hoe het eruit gaat zien. De foto rechtsonder is inmiddels ook al realiteit geworden. Dat is een van de enkel supports voor de 400 meter testtrek. En de onderste foto is een foto van het Eco House. Ook het Eco House is inmiddels al af. Dit is nog een maquette van hoe het eruit gaat zien met alle lijnen, alle gebouwen. Een x-aantal gebouwen zijn al af. X-aantal gebouwen moet nog gebouwd worden. En een x-aantal gebouwen wordt op dit moment aangewerkt. Dit is een foto van de 400 meter lijn in Shaya. Jullie zien in het midden, bijna in het midden, de Unica U4 430 T1. De T staat voor tropische versie. En deze is gemaakt om weersomstandigheden te kunnen doorstaan van plus 60 graden. In de Emiraten kan het nogal warm zijn. Dus ja, daar hebben ze een hele andere vraag. En bijvoorbeeld in Wit-Rusland kan het erg koud zijn. Waardoor de vraag ook anders ligt. Maar het geeft goed weer dat de modellen van Unitsky String Technologies eigenlijk worden getest en worden gebouwd op elke weersomstandigheid zo goed mogelijk te kunnen doorstaan. Dit is een van de 2,5 kilometer lange testtracks. Je ziet hier een intermediate support en op de achtergrond zien jullie een van de stations in aanbouw. De foto daaronder is het station iets verder in aanbouw. Maar daar wordt gigantisch hard gewerkt op dit moment om dat op tijd klaar te krijgen. Dit zijn een aantal gebouwen die al reeds bestaan. De onderste foto is ook een van de stations voor de 2,5 kilometer lijn in aanbouw. Aan weerskanten komt één station, zodat alles goed getest kan worden. Dan is er een repair shop of een soort, ik kom even niet op het Nederlandse woord, maar daar kunnen onderdelen worden gemaakt als het nodig mocht zijn. En dan is er nog een foto van het Ecohuis met een mooie boom ervoor. Dit zijn wat foto's van de testen. Zowel container als passagiersvervoer worden op dit moment getest op de 400 meter lange baan.
de testdata die hiermee vrijkomt, zal straks worden gebruikt om de grote Unicode en andere modules nog beter te kunnen moderniseren dan wel te creëren. Zodat het model, de modellen gewoon goed straks de commerciële sector of commerciële praktijk kunnen benaderen en gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden. De toekomst in Dubai, onlangs, inmiddels een paar weken terug, denk anderhalf maand terug, heeft de Sheikh van Dubai zijn visie, toekomstvisie Dubai Urban 2040 masterplan onthuld. En Unitsky String Technologies maakte daar ook weer onderdeel van uit. In de video was kort te zien hoe de Sheikh Unitsky String Technologies voor zich ziet. Dit is hoe het er eventueel uit zou kunnen zien op de achtergrond. De skyline van een van de steden in de Emiraten. Het transport op het tweede niveau en de auto's die gebruik kunnen maken van het wegdek. Waar staat Unitsky String Technologies nu? Op dit moment is het ecopark in Wit-Rusland ook in aanbouw. Daar worden testtracks gemaakt. Het testpark in de Emiraten is ook in aanbouw, wordt inmiddels ook al daadwerkelijk operationeel gebruikt. De testen die vrijkomen, of de informatie die vrijkomen, wordt weer gebruikt om de modellen zo goed mogelijk te kunnen upgraden. Daarnaast heeft het bedrijf ook een x-aantal samenwerkingen. Ik heb ze niet allemaal in deze presentatie verwerkt. Een van de bekendste bedrijven in België is B-Kaart. Hoop dat ik het goed uitspreek. En zij hebben het staal geleverd voor een van de 2,5 kilometer testbanen voor Unitsky String Technologies. Als je op Google Earth kijkt, dat is voor degenen die dat leuk vinden, is dat wel grappig om te doen. Dan zie je ook wel daadwerkelijk de haspels op het testpark in de Emiraten liggen. Daarnaast hebben ze nog een aantal andere samenwerkingen met een Oostenrijks bedrijf. Andere bedrijven, ook nog een aantal bedrijven, of andere bedrijven in Japan. Daarnaast ook een van bekendere bedrijven is Dassault Systèmes. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Is een Frans bedrijf die heel veel doet voor de technologie van Unitsky String Technologies. Dit is nog wat informatie over Unitsky String Technologies. Er is erg veel informatie beschikbaar en ik probeer het iedere keer zo beknopt mogelijk te houden, omdat op een gegeven moment kun je het in feite niet meer gewoon pakken hoe graag je ook zou willen. De informatie is soms gewoon te veel, omdat de techniek zo uniek is en eigenlijk zoveel omvat dat je eigenlijk hier rustig de tijd voor moet nemen. De voordelen, ik heb er al een aantal opgenoemd. Een van de grootste voordelen is de reductie van ruimte die ze in beslag nemen. Het teruggeven van natuur, teruggeven van flora en natuur aan dieren. En op die manier een steentje bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Zodat de aarde uiteindelijk een stukje beter kan worden. Dit is een foto in augmented reality. Wat ik net al aangaf, ik maak gebruik van de applicatie AdvaHunter. En met AdvaHunter heb je de mogelijkheid om middels augmented reality een Skyway module te laten zien aan mensen in een huidige omgeving. Deze omgeving is toevallig in Nijmegen. De omgeving is een bestaande omgeving. De constructie met een Unicar die jullie op de foto zien, dat is digitaal. Maar AdvaHunter maakt het dus mogelijk om met de applicatie een stukje digitalisering in werkelijkheid te brengen. Waardoor je eigenlijk mensen een nog betere indruk kunt geven van hoe dat eruit zou kunnen zien. Het is op foto's of op 3D-tekeningen vaak wel heel interessant, maar dat geeft net niet dat ene stukje weer hoe dat er in werkelijkheid uit zou kunnen zien, omdat het vaak niet in een huidige omgeving is zoals jij en ik die kennen. Dit zijn nog wat meer foto's in augmented reality. Verschillende modules. Ook een foto met de Unicont. En ik zeg altijd, hoe meer Unicons er straks aan de stringrail rijden, op de stringrail rijden of aan de stringrail hangen, hoe minder vrachtwagens we op de weg nodig hebben. Kan ik in dit project participeren? Dat kan. Ik raad voor degenen die nieuw zijn in deze webinar
aan om even contact te zoeken met de persoon die jou heeft benaderd voor dit mooie project. En hij of zij zal prima in staat zijn om alles goed uit te kunnen leggen. Mochten er vragen zijn, dan bestaat ook nog de mogelijkheid om bij mij of Nettie Sommers bij ons contact op te nemen. En dan zullen wij uiteindelijk goed verder kunnen helpen. Laten we het kort samenvatten. Dit transport is eigenlijk zo uniek, ecologisch of milieuvriendelijk, ecologisch verantwoord, ecologisch vriendelijk. Er zijn eigenlijk enkel pluspunten. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van nou, ik ken wel één groot minpunt. Dat minpunt ken ik ook, maar iedere techniek die nieuw is en die ontwikkeld moet worden, neemt helaas maar wat tijd in beslag. En soms is het heel cru, heel botweg gezegd, niet de tijd om iets op een goede manier te lanceren. Dat zie je wel aan Unitsky. Hij was in 1978 al zover om zijn product de markt op te zetten. Alleen de techniek die nodig was om dat product goed op de markt te zetten, was er nog niet. En uiteindelijk heeft hij er 40 jaar over gedaan om nu te komen waar die is. We staan aan de vooravond van iets zeer groots. En ja, dat vraagt van ons nog een klein beetje geduld. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat voor sommigen geduld niet altijd even makkelijk is. Laatste updates. Er zijn een aantal updates. Ik heb ze hier ook niet allemaal, want er zijn er heel veel eigenlijk. De meest belangrijke heb ik wel. Unitsky String Technologies heeft onlangs aangegeven dat zij klaar zijn om de commerciële markt te betreden. Dus zij zullen dat ook gaan doen. Dit zal aan de hand gaan van het bekendmaken van commerciële gerichte projecten. Dus daadwerkelijke commerciële projecten waar we eigenlijk met smart op zitten te wachten. Dan zijn onlangs Frantisek Solar en Vladimir Maslov naar Vietnam afgereisd voor een zakelijke reis. Die hebben daar 28 dagen in quarantaine moeten zitten en hebben eigenlijk in de laatste week van hun verblijf in Vietnam alles moeten afhandelen wat ze eigenlijk in alle rust hadden gehoopt te kunnen doen. Dat is wel gelukt en ook in Vietnam staan een aantal mooie projecten op stapel. En dit is een foto die is genomen met op een vergadering meeting waarbij er een joint venture, een bedrijf is opgericht die in Vietnam de honneurs zal waarnemen voor Unitsky String Technologies en dat ook zal doen voor de regio Zuidoost-Azië. Er is volop media aandacht voor Unitsky String Technologies. Ik heb ze hier kort samengevat. The National heeft erover bericht. Kali Times, dat is het mediabedrijf van Dubai, heeft erover bericht. Zo zijn er nog een aantal meer nieuwszenders die hebben bericht over het positieve bericht dat nu naar buiten is gekomen. En dat Sharjah op dit moment de eerste stad, of eerste, het eerste emiraat in de Emiraten is dat een high-tech passenger transportation netwerk aan het uitrollen is. Al deze video's, zijn terug te vinden op YouTube. Ik zal ook voor het gemak straks de Skype-groep even voorzien van een aantal linken. En op de Facebook-groep heb ik alle linken al geplaatst. Maar neem even rustig de tijd, want het is zoveel informatie, het is zoveel beeldmateriaal. Maar het geeft eigenlijk goed aan waar Unitsky String Technologies naartoe gaat. Dit is Oleg Seretsky, dat is op dit moment de verantwoordelijke voor Unitsky String Technologies in de Emiraten. Hij wijst hier naar een bord en op dat bord staat Sharjah. De foto rechtsonder zien jullie het bord iets uitvergroot en daarop zien jullie alle Emiraten. Vaak in een video zien jullie iets voorbij komen waarbij je totaal niet snapt waarom dat in die video zit. In dit geval zit het in de video niet, met een, niet voor niets, het heeft echt een bepaalde reden. Unitsky String Technologies, wat ik net ook al aangaf, wordt straks uitgerold in de Emiraten. Dubai heeft serieuze interesse, zal het gaan implementeren. Sharjah zal dit gaan implementeren. Er zijn al berichten voorbij gekomen over een 100 plus kilometer lang traject van Sharjah naar de haven van Korfakkan, als ik het goed uitspreek. Ook daarin, ook in Korfakkan, willen ze een traject hebben. Daar zijn ook al berichten van naar buiten gekomen, ook op social media. Dus
Die routekaart die jullie hier zien, die zit hier niet voor niets in. Investeren na stage 15. Na stage 15 hebben wij ook nog steeds de mogelijkheid om te investeren in dit project. De projecten die dan vrijkomen zullen zijn gerichte projecten, targeted projects en andere projecten die het bedrijf nog naar buiten zal brengen. Maar het investeren in de huidige, opportunity die we nu hebben, die zal naast de 15e stage gesloten zijn. Op 21 juni 2021, pas aankomende maand, ik geloof over een krappe anderhalve week, zullen we van stage 14.1 naar stage 14.2 gaan. Hou er even goed rekening mee, mocht je nog iets willen doen, nog iets over willen overwegen, twijfel je, geen probleem, neem dan even contact op met je upline of met Nettie of mij. De telefoonnummers komen zo meteen. Maar overweeg je nog iets, dan kan ik enkel aangeven, twijfel niet en maak voor jezelf de beste keuze. Dit zijn de informatielinken van Unit, van het bedrijf. Unit String Technologies, SkyWorld Community. De bovenste kun je natuurlijk ook je eigen back-office in terugvinden. Unit String Technologies is voor de techniek waar het over gaat. Dan de Unitsky.engineer. Dat is de persoonlijke site van Unit String Technologies. En de onderste is de Facebookgroep. Daarin post ik eigenlijk dagelijks de nieuwste updates. Ik wil dat ook gaan overwegen voor de Skype-groep, omdat ik denk dat we een belangrijke fase gaan naderen, waarbij de informatie heel erg belangrijk is dat die zo goed mogelijk bij ons allemaal terechtkomt. En of dat nou middels Skype of Facebook is, of welk ander social media kanaal dan ook. Het is belangrijk dat de informatie bij ons allemaal komt, omdat er straks hele belangrijke dingen aan gaan komen, maar die zullen zich ook gaan voordoen in een rap tempo. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en mij. Telefoonnummers, noteer deze, schrijf deze even op. Mocht je vragen hebben, mocht je ergens mee zitten, schroom niet, aarzel niet. Neem gerust contact met ons op. Wij proberen eigenlijk alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit ook op een zo kort mogelijk termijn te doen. Soms zijn er vragen die hebben gewoon iets meer de tijd nodig. Maar ja, vaak kunnen wij dat vooraf al aangeven hoeveel tijd het ongeveer in beslag gaat nemen. Op dit moment krijgen we eigenlijk bijna 100% van de vraagstukken die we hebben beantwoord. En ja, dat geeft eigenlijk ook weer een positief gevoel terug naar ons als participeerders in dit mooie project. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie op deze woensdagavond ontzettend bedanken voor jullie aandacht, tijd en energie.